Yo, kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van SimCity. Vandaag gaan wij proberen om dit stukje hier... gaan we proberen om een wat grotere wijk van te maken, zodat we grotere huizen kunnen krijgen. En even kijken, wat voor een weg is dat? Dat is deze weg. Dan trekken we die toch helaas eventjes door. En dat is wel echt nodig. Want we hebben hier nog allemaal leeg vak. En hier is het allemaal groen. En het is heel mooi, maar... moet natuurlijk zoveel mogelijk huis hebben. Zo. Oh. Ja, zo kan het ook. Even kijken. En doen we dat hier nog? Ik breek wel heel wat huizen af. Maar ja, dit is niet zo heel erg. Zit. Ja, zo. En dan maken we hier nou weer eventjes huisjes omheen. Oh, nee, huisjes. Tik, tok. Da. Aan die kant. Aan die kant, aan die kant, aan die kant en aan die kant. En ik hoop dat er vandaag dat er behoorlijk wat nieuwe mensen komen. Ik hoop het wel, want... anders schiet het natuurlijk niet op. Even kijken, want er is ook heel veel vraag naar commercie, zie ik. Nou, iedereen wil een Progressive kantoor. Dat is dus een verzekeringsmaatschappij. Maar dat kost heel veel per maand. Als we naar de brandweer gaan, dan heb je hier het Progressive kantoor. Het bouwen is gratis. Maar het kan ook zomaar zijn dat dan kun je invoegen... of instellen bedoel ik, sorry. Hoeveel procent je van je stad wilt verzekeren. Bijvoorbeeld als er een tornado komt of zo en die roost hier door je zo... die breekt alles af, dan krijg je nog een klein beetje geld terug. Aan de ene kant is dat hartstikke fijn. Maar aan de andere kant kost dat verschrikkelijk veel geld. En dat is nou weer net niet wat we willen. We zwemmen nog niet om in het geld, maar we moeten natuurlijk ook niet meteen alles uitgeven. Maar wat is er nou weer aan de hand? Niet genoeg vrachtproducten. Oh, dan moeten we meer... Even kijken, waar ging de wind ook alweer naartoe? Even kijken, de wind, windkaart. Hallo, windkaart, daar is windkaart. Gaat die kant op. Dat is mooi. Maken we hier even een nieuw industrietrein. Zo. En daar. Maar ik hoop dat we dan wel straks die... Nee, die moet weg. Dat we die kunnen uitbreiden. Want dat is natuurlijk de... alles groot. We kunnen deze wel neerplaatsen. Maar kijk eens wat er staat. Gewoon al het afval verbranden. Luchtvervuiling. Ach, wat kon ons dat nou schelen? Snelheid luchtvervuiling. Hoog. Heel hoog. En dat is niet wat we willen. Er is nog niet zo heel veel afval. Dat is nog niet zo heel erg. Maar we moeten natuurlijk ook niet alles meteen weggooien. Even kijken. En dan maken we hier nog even een weggetje zo. Zodat we daar ook nog wat industrie kunnen zetten. Want anders gaan we daar ook weer zeuren. Dat ze niet genoeg vracht hebben. Dat snap ik op zich ook wel. Zullen we de tijd een beetje versnellen? Zo, en nou is het eigenlijk is dat het met SimCity. In het begin heb je hartstikke veel te doen. Maar dan is het zo van... Ja, we hebben nou dit. Maar ja, dan moet je dus kijken van hoe kunnen we het nou het beste uitbreiden. We kunnen hier natuurlijk altijd kijken wie er graag uit willen breiden. Nou, deze die hebben nog totaal geen zin om uit te breiden. Integendeel tot deze, die willen toch maar god snel uitbreiden. En hier ook. Maar ja, dan moeten we dus even kijken hoe we dat doen. Maar hier hebben ze nog niet zo heel veel zin om te uit te breiden. Dat is wat minder. Grondprijs is goed. Daar ligt het niet aan. Maar ze wonen er ook nog niet zo heel lang, hè. Dus. En nou moeten we gewoon eventjes kijken of we nog een paar dingetjes kunnen veranderen. Even kijken, we hebben hier ook een school neergezet. Die is hier. 150 leerlingen. Dat betekent dat we daar dus ook een nieuwe klaslokaal bij moeten blurren. En...
doen we nog een extra bushaltetje bij. En dan doen we hier nog een extra bushaltetje bij. Zo. Zo. En hier nog eentje. Zo. Zo. Is er niet helemaal strak naast, maar ja, dat hoeft ook niet per se. Even kijken, die heeft 350 leerlingen. En ik ben ook wel heel benieuwd wie daar eigenlijk allemaal ingeschreven staan. Even kijken, dat kunnen we ook zien. Nou, toe dan. Kom. Goed zo. Die. Alle groene balkjes die zijn ingeschreven en die zijn opgeleid. Zoals jullie dat hier ook kunnen zien. Ingeschreven, niet ingeschreven. Zoals deze. Dit weekje is nog bijna niet ingeschreven in school. En hier. Kijk, zoals hier. Hier wonen 10 studenten. Of leerlingen. En hier ook. En hier ook. En hier wonen 1 of 2. Ja, 2. Maar het meeste is wel opgeleid. En hier kunnen we ook zien de commerciekaart. Commercie, of hoe je het ook was. Commercie. Heet dat volgens mij. Zoals dit bedrijf. Dat heeft heel veel geld. Ik wou het eigenlijk in het Twentse woord zeggen. Omeunig. Dat is Twents voor heel veel. Die hebben heel veel geld. Weer wat geleerd vandaag. Even kijken. Die hebben 91 winst. Dus dat is behoorlijk veel. En al die blauwe poppetjes die je ziet lopen, dat zijn winkelaars. En alle oranje poppetjes die je ziet lopen, ik zie ze op dit moment nog niet. Even kijken, 3 goedkope souvenirs. Ja, nou. En hier. Sims mee naar huis. Gelukkig geld. Ik ben heel benieuwd wie de meeste geld hier heeft in de stad. En dat is hier. 175 geld. Wat is dit? Dat zit hier wel heel erg naar hun zin, blijkbaar. Je kunt op veel plekken goed winkelen. Je kunt heel veel leuke dingen doen in deze stad. Helemaal goed. Even kijken. Die moeten we eigenlijk ook wegdoen. Laat eens naar de bodemverontreiniging kijken. Dat is die. Dat is helemaal bruin. Kijk. Je zou daar maar wonen. Eigenlijk wil ik die even weghalen en die plemp ik dan hier neer. Dus laten we dat eerst even doen. Zetten we even op pauze. Wordt het liedje ook stil. Die gaat weg. Zo, en dan bouwen we een nieuwe. We hebben toch zat geld. Even kijken, riolering. Die plerpen we hier neer. Hoppa. Nee, eigenlijk niet daar, want dit is in de... Nou, dat gaat. Hoeveel kost dat ding? Nou, dat gaat. 3.500 euro. Of simdollar. Dat plop. Zo. En als we nou hier kijken. En we zetten hem op play. Dan zie je alle poep van de hele stad. Zie je zo lekker. Kijk. En het pompen hoor je zo heerlijk. Al die bruine vlekken. Dat is, ah, poep, hoe moet je het zeggen? Dat is natuurlijk niet netjes, hè? De riolering van alle huizen. Van de hele stad. Dat blurpt hier allemaal langs. Nou. Ik zie dat ik al bijna 9 minuten bezig ben. Ik denk dat we de volgende keer dat we dit echt proberen te doen. Want ik heb nou jullie en voor mij informatie even een beetje bekeken hoe het in de stad zelf gaat. Naar het geluk, naar het geld, naar de bodemverontreiniging en hoeveel toeristen en zo we allemaal hebben gedaan. En ik denk dat we de volgende keer gaan we hier naartoe. Zo. En dan gaan we dat proberen uit te breiden. Dat beloof ik jullie dat we dat de volgende keer gaan doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van SimCity. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als jullie het een leuke video vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En als ik nog iets beters kan doen met YouTube, de hele andere kant, of met het spel, laat het me alsjeblieft weten in de reacties hier beneden. En dan zou ik ze ook reageren en ik zou ze lezen. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van SimCity. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!